Mart Smeets, we beginnen met jou. Nogmaals, een uur geleden zat je waarschijnlijk gewoon nog thuis in Haarlem. Dat is hier niet zo ver vandaan. Gelukkig maar. Vandaar dat je nu hier kan zitten. De aanleiding is zeer feestelijk. We hebben een wereldkampioen. Ja. Voor het eerst in de individuele tijdrit. Tom Dumoulin. Wij hebben daar niets van gezien, want wij waren aan het repeteren en deze uitzending aan het voorbereiden. Dus het woord is aan jou. Wat heb jij gezien? Ik heb een donderslag gezien. Een Limburgse donderslag in Bergen. Bergen ligt in Noorwegen. Heuvelachtig parcours. We hebben vanochtend allemaal in de krant gelezen dat er getwijfeld zou moeten worden of er een pitstop zou moeten worden gemaakt met de fiets. Ja, dan nee. En dan denk ik dus, Tom Dumoulin staat daar ver boven. Tom Dumoulin, je ziet hem hier gaan vertrekken aan die 31 kilometer. Die rijdt op gevoel. Zoals hij bijna alles in zijn leven op gevoel doet. We relateren heel vaak van sportmensen waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Waar hebben ze een opleiding gehad? Bij welke clubs hebben ze gespeeld? Tom Dumoulin komt van het Bonnefanten Gymnasium in Maastricht. Juist. Daar word je opgeleid niet om heel hard door bergen te fietsen. Mm-hmm. Daar word je opgeleid om arts te worden of eerzaam advocaat of notaris, weet ik veel wat. Kapelaan, priester. Zou kunnen. In zijn geval werd dat bij toeval fietsen. Bij toeval, echt. Hij was 15 toen hij begon. Andere jongetjes hebben posters van wielrenners of van voetballers aan de muur hangen. Hij had geen idee wat hij ging doen. En dan zie je een carrière, zie je een vlucht nemen dat je denkt van waar eindigt dit? We hebben natuurlijk met z'n allen gelachen afgelopen mei toen daar in Italië de gyropoep werd uitgevonden. Ja toch? Ja. Dat was grappig en poepen was het meest gebruikte werkwoord op de Nederlandse televisie. Hij moest een sanitaire stop maken hè, voor de kijkers die onder een steen leefden. Ja. Hij moest even van de fiets af. Ja. Fijn dat je het uitkreeg. Ja. Ook voor de Vlamingen is dat wel makkelijk. Ja. Oh ja, inderdaad. Deze man, ik heb ooit een keer wat langer met hem zitten praten en toen vroeg ik aan hem van, als jij een tijdrit rijdt, waar denk je dan aan? Maar toen keek hij me aan, toen zei hij, dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik zei, maar wat is er dan leuk aan? En hij zei, het is helemaal niet leuk. Alleen, zei hij, als je in je zone bent en daarin blijft, dan is het heerlijk. Mm-hmm. Dan lukt het bijna altijd. Nou, vandaag was dus zo'n dag dat alles lukte. Het ging heel hard regenen en hij kon met deze beweging afscheid nemen van zijn wereldkampioenschap. Verleden jaar, tweede bij de Olympische Spelen, achter Cancellara. Toen op 57 seconden gereden door Cancellara. Mm-hmm. Vandaag wint hij met 57 seconden voorsprong op de rest. Kijk, dat is wat je op het gymnasium leert. Ja? En dat is waar wij ons allemaal in vergist hebben. Hij is een hele rustige, fijne vent om mee te praten. En het hele peloton weet wat hij kan. Wat in zijn kop zit, dat verwerkt hij heel rustig. Hij is een atypische sportman. Hij heeft niet de capsones, niet de Lamborghinis, niet de gekke uitingen van andere dingen. Hij zal nooit een boek gaan schrijven waarin die collega's af gaat vallen. Dat zal hij niet doen. Hij doet gewoon wat hij graag doet. En dat is fietsen. Alleen fietsen. En er is niks moeilijkers dan alleen fietsen. We hebben nog een minuut of zo, want je vliegt in omdat we iets te vieren hebben. Fijn. Jij kan het als geen ander, maar kan je wat commentaar geven bij beelden die we zien? Of nou, dat het merkwaardige is dus dat hij zou op een tijdritfiets gaan rijden. Dat doet hij ook nu. Dit is een tijdritfiets. En dan zou hij die op een pitstraat zou hij die vervangen door een klimfiets. Met die klimfiets, daar hebben alle wetenschappers van vastgesteld, dan kom je beter de berg op. Maar dan komt dus de Dumoulin, die denkt, ik kan uitglijden. Ik kan de volgende fiets niet goed vastpakken. Ik kan niet goed gaan zitten, dus ik doe het niet. En hij bleef dus op deze fiets. Dat is relatief moeilijk. Hij maakt het relatief heel erg makkelijk, omdat hij zijn kop overwint zijn lijf. En dat gebeurde tijdens de hele koers. Hij was 14 seconden, 21 seconden, 35 seconden, 57 seconden. Beter dan de rest. De rest mag niet eens achter hem rijden. Hij heeft ze verpulverd. Moet je kijken. En kijk even. Zo kan je ook naar sport kijken. Wat fantastisch Noorwegen er vandaag uitzag. Wat een enthousiasme. Voor een Nederlander die de bijnaam heeft, de vlinder van Maastricht. En dat vind ik zo, ja, dat is eigenlijk contrecoeur dat ik dat zeg, maar dit is toch geen vlinder die daar omhoog gaat? Dit is een man die volgend jaar in juli
waarschijnlijk een miljoen mensen naar Frankrijk en naar de Alpen gaat halen. Doe eens een kleine prognose. Nu we nee, dat kan ik niet doen, omdat hij dat bepaalt. Hij weet dat weet ik ook wel dat hij dat bepaalt. Maar ik bedoel, als je wint dus de Giro, je wint dan het wereldkampioenschap in een jaar dat wij allemaal zeggen van, nou, hij is nu 26. Mm-hmm. Hij is bijna echt goed volwassen. Nou, het is bijna beangstigend. Als je zo goed kunt nadenken en dat nadenken kunt vertalen in een fysieke inspanning. Dus ik vraag je tot slot, omdat het zo'n feestelijke 10 minuten zijn tot nu toe. Maken wij kans om ooit die Tour te winnen? Misschien volgende zomer wel. En is dan staat hier heeft deze niet man, 1,86 meter groot en 69 kilo zwaar. Geboren op 11 november, help me de brug over, 1990. Deze man heeft extraordinaire gaven. Kijk goed naar hem. Ik weet nog goed, er was een vriendin bij ons, dat is één ding nog. En die keek naar de televisie. Nee. Zij mogen ook nog. En toen dat was een vrouw en die zag hem in beeld. Het was een Française en die zei: Merdalor, kom il est beau. Kom il est beau. Wat is hij mooi. Alle dames zitten weer knikken. Oké. Mart, ga lekker een glas champagne drinken. En dank dat je er even kwam. Dat je er even was.